En omdat er zoveel bestellingen waren, krijgen we als het goed is morgen weer een nieuwe batch binnen. Want dit zijn nu de laatste. Dus even kijken, als jullie deze vlog zien, is zondag. Dan hebben we weer nieuwe. Dus, yay. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En ik ben thuis. Ik heb al een afspraak gehad. En Olly naar de crash gebracht. En ik heb net mijn nagels laten doen. Ik weet niet of je kan zien. Heel natuurlijk. En ik ga nu naar kantoor met de fiets. Dus ik krijg mijn spullen pakken. En dan ga ik die kant op. En dan haal ik aan het eind van de dag Olly weer op. En ja, komende uren even doorwerken. Trouwens, ik krijg nog steeds super veel vragen. En deze ketting met die rondjes is nog steeds te bestellen. Door een e-mail te sturen naar team@queenofjetlags.com. Ik zal het hier even zetten. En de ketting kost 25 euro. Hij is gold-plated. Ik heb mijn een half jaar om en hij ziet er nog steeds zo uit. Maar ik moet er wel bij zetten dat ik dus... Op de ene manier zweet ik dus heel weinig. En ik denk dat hij daardoor wel langer goed blijft. Dat wilde ik zeggen. En we zijn bezig met de webshop. Want er komen heel veel nieuwe producten aan. Maar jullie zijn de eerste. Ik ga het allereerst natuurlijk op mijn YouTube zetten. Dus... Vertel ik meer over en nu stap ik op de fiets. Als mijn fiets eindelijk er is. Bibi heeft mijn fiets geleend, maar I don't know where she is. Ik ben op kantoor aangekomen en er zijn heel veel bestellingen voor de kettingen. Dus we zijn even kaartjes aan het schrijven en ik zal het even laten zien. Deze gaan er zo uit. Deze. Oeh. Deze kettingjes. Kijk, daar hangen ze allemaal. En jullie krijgen er uiteraard allemaal een handgeschreven kaartje bij. Ja, dus dat. En omdat er zoveel bestellingen waren, krijgen we als het goed is morgen weer een nieuwe batch binnen. Want dit zijn nu de laatste. Dus even kijken, als jullie deze vlog zien, is zondag. Dan hebben we weer nieuwe. Dus, yay. Goedemorgen, het is woensdagochtend en ik was gisteren zo moe en Olivia ook, dat we echt best wel vroeg zijn gaan slapen. En nu heb ik gedoucht, toen hebben we Olivia wakker gemaakt. Hi, ik ben in beeld een bras. En die eet nu een avocado toast en Sander, we waren allemaal heel moe, ook Sander was ook helemaal kapot. Dus ik was vergeten te vloggen en nu is het woensdag. Ik ga filmen voor Dior met Monica, dus daar heb ik heel veel zin in. En Sander gaat vandaag Olly naar de crash brengen. En die gaat dan naar Twente toe. En die gaat met Bibi haar kamer afmaken vandaag. Happy release day. Hmm? Happy release day. En happy release day. Happy release day. En most importantly, Sanders nieuwe single is vandaag uit. Ja, dat is heel leuk. Ik ga hieronder de link posten naar Spotify. Hij was gisteren, had je gisteren gereleased bij Slam FM? Was dat de eerste, was dat de première? Zoiets, hè? Ja. Dus superleuk. Luister hieronder. Ja, ik ga zo mijn haar vullen en mijn haar krullen. Het is buiten echt nasty weer. En voor de rest van de dag op kantoor. Dus Noor, ik gaat de hele dag zo warm bezig, hè? Oh, ik dacht dat je zegt, Noor gaat naar kantoor. Oké, maar ik moet iets vertellen, ja? KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Echt? Maar het gaat de hele dag gewoon regenen. Wat is daar code geel aan? Ja, dat snap ik ook nooit. Vroeger, als het regende, dan deed je een regenpak aan en dan fietste je net even iets harder, weet je wel. Maar ik vind regen ook echt niet erg. Ik ben echt, dat weet je, een van de weinige mensen die totaal niet... Ja, maar tegenwoordig, ik denk dat over 10 jaar, als het regent, dat iedereen dan mandatory binnen moet blijven. Binnen moet blijven, ja. Ik vind dat wel prima regen. Omdat je anders niet verzekerd bent. Ja, I don't know. Maar, wat wilde ik nou zeggen? Ik weet niet. Ik ga een leuke regenjas voor Olly. Tenminste, die heb ik besteld. Die komt vrijdag binnen. Kijk hoe lang haar. En Olly die ging gisteren om 7:30 naar bed. Ja, dat is echt vroeg. En die hebben we net om 9:00 wakker gemaakt. Ja. Maar we waren gisteren met vader van Noor, familie van Noor, eten. En Olivia was nog nooit zo gestoord als... En dat was toch wel... Dan ben je zeg maar, heb je elkaar 2 maanden niet gezien met de Fransen geweest en dit en dat. En vind je toch leuk om aan opa zeg maar een kind te laten zien en weet je wel? Ja, dan wil je helemaal laten zien hoe perfect je kind is. Dus wij dachten van, oh, zit ze in haar jurkje. Dan gaan we afspreken en eten. En Olivia krijste echt aan 1 stuk door. Was normaal echt, echt, we hebben haar nog nooit zo gezien. Ze was zo moe van de crash gisteren. Ja, nee, het was echt, ik dacht echt van, oh mijn god, wat zullen deze mensen wel niet denken?
onze skills. Maar op een gegeven moment dachten we allebei van, ja, er is eigenlijk natuurlijk maar één oplossing. Bed. Dat is lekker naar bed. Ja. Oh, mag ik een stukje? Dankjewel. Lekker. Ja? Lekker, dankjewel. Oh, er zit nog een stukje aan voor mama. Dankjewel, Olivia. Nou goed, ik ga zo even mijn haar veunen en dan zie ik jullie zo. Alright, ik heb mijn spullen gepakt. Het is warm hierboven in huis. En ik heb dit pak aan, een soort van pyjama pakachtig, maar dan om buiten te dragen. Van Naked, alleen het regent buiten, maar ik ga met de taxi. En volgens mij hebben wij niet eens een paraplu in huis. En ja, ik ga er snel door. Oh, ik vergeet mijn oortjes. Ik ben aangekomen op de shoot en Jacques is er, gezellig. Hallo. Hallo, Jacques heeft een superleuke jurk aan en Mo en ik willen die jurk nu ook. Wij gaan zo meteen een pretty momo, zo. Dit licht. Ja, echt licht. Zo mooi. En we gaan beginnen. Oké, wij zijn klaar en het regent echt intens hard. En we hebben besloten, eigenlijk geïnspireerd door Jacques, want we vinden haar jurk mooi en ja, die willen we nu ook kopen. Dat we naar de Haarlem toe gaan. Ik wil wel geen plassen. Mag. Ik krijg die Uber dan zo. Het is warm hier. Het is hier echt bloedheet, maar het is buiten ook warm, hè? Ja, dat is waar. Let's go. Mo en ik hadden even geshopt in de stad. We zijn even naar de H&M gegaan. En nu zijn we gezellig aan het lunchen. In eten. We hadden wel geluncht, maar nu echt lunchen bij het Amstel Hotel. Dit hebben we. Zo'n broodje. Feta salade, broodjes kroket. Friet. Steektartaar, oesters, brood en tante Momo. Ik ben weer thuis en mijn make-up is uitgelopen. En Bibi die krijgt een nieuwe kast voor haar kamer van de IKEA. Krijgt een nieuwe kast of gaat ze voor werken? Gaat ze, Bibi gaat heel hard werken voor haar kast. Flessen voor wegbrengen. Heb je gedaan toch? Bibi, Bibi heeft die flessen toch weggebracht? Die hebben flessen weggebracht toch? Wat? Of niet? Bibi, jij hebt toch flessen weggebracht? Ik heb een search van gedaan. Ja, een search van. Jullie hebben de flessen weggebracht? We hebben het weggebracht naar een andere plek. Als in je moeders huis of in... In moeders huis. Oké. Okay. Ja, in de auto. Oké. Okay. Ja. In de auto? Ja, in de auto. Maar jullie zijn met een tram naar huis gegaan, vind ik. Ja, maar die... En jullie hebben die flessen helemaal meegenomen. 5 minuten lang met twee passenvormen flessen, omdat je het vertikt om met de lui waren om de Albert Heijn in te gaan. En iedereen heeft het aan onze bezerverzaal met onze t-shirt met verf. Ja. Maar ik denk niet dat mensen dachten dat jullie zwerver waren. Dat Nou, ik vind jou wel echt een zwerver. Ik denk jou niet, maar ik denk jou wel. Met jouw lange haar. I feel very happy about that. How do you feel? I'm very upset about that. I'm very upset. I'm very upset about that. Mo deed het vandaag weer. I'm very upset right now. Dit zijn Bibi haar stiefzusjes. Sophia. Lola. En dit is een meisje die heet Bibi. Dat is mijn zus. We schelen 3 jaar. We houden erg veel van elkaar. En dit is opa Sander. Nee, maar jij bent toch... Dit is mijn moeder. Ja. Iemand vroeg onder de vlog of Lola de moeder was. Moeder, oud gaan ze van je mama. Want het lijkt alsof ik zoveel ouder ben. Ja. Mama. Bibi is gewoon nog een klein kind. Ja. Mama. Okay. Bibi, je bent wel lekker bruin. Ik vind dit geen... Dit is echt... It's enough. Snoepjes. It's enough. Pizza's. Maar goed, kast van Bibi naar boven gesjouwd. Ja, Olly in bad gedaan. Olly naar bed. En keuken wordt gedaan. En zo lief, Lola en Sophia zijn het nieuwe keukentje van Olly in elkaar aan zetten. De nieuwe zusjes. De nieuwe zusjes. Ja, eerst heb je 1 kind en nu heb je... Ik heb 3 zusjes. Ja. Bibi, mis je de tijd dat je enige kind was? De rust, alle aandacht. Ik heb alleen voor Olly voor mezelf gehad. Oh. Nee, maar zonder Olly dat je echt enig kind was. Nee, dat wil ik echt niet meer. De goede oude tijd, waarin alle aandacht naar Bibi Kleinenberg ging. En nu ben je met 4. Alleen in de zandbank. En alleen maar met vrouwen. Alleen in de zandbank. Sander wordt binnenkort ook een vrouw. Je gaat een transgender. De nieuwe Caitlyn Jenner. De nieuwe Caitlyn Jenner. Ik ga borsten. Toch? Nou ja, ik ben zo omringd door...
vrouwelijke hormonen. Ja, dit is wel echt, maar ja, een cirkel van vrouwen. Ja, precies. Inderdaad. Dus jij gaat transgender worden. Sander wordt transgender. Ik ga mijn vlog zo noemen. Sander wordt transgender. Nou, het is wel zo dat ik Caitlyn Jenner wel je snapt, beter begrijp dan een tijdje geleden. Ik snap haar wel, ja. Oh ja, dat snap ik ook wel. Ja, ik snap haar ook wel. Toch, want die is toch alleen maar omringd met vrouwen. Ja, maar echt heel veel. Maar en die allemaal hele zware, opinionated, heftige dames. Ja. Nee, ik ben Kylie. Ja. Dus Caitlyn, als Oké, maar wie is Kylie en wie is Kim? Ik ben Chloe. Nee, ik ben Kim. Nee, kijk, jij bent sowieso Kylie, want jij bent de jongste. Ja. Jij bent Kendall en jij bent... Wacht, wie ben ik nou? Jij bent Kendall en dan daarna de jongste is Chloe. Oh, ben ik ja, Chloe. En jij bent Kylie, jij bent Kendall en jij bent Chloe. Ik denk dat daarna Kim komt en dan Courtney. Ja, Courtney is de oudste. Oh ja. Ja. Nee, Ollie is Kylie. Ja. Ollie is Kylie. Jij bent Kendall, jij bent Chloe en jij bent Kim. Ja. Jij bent Caitlyn. En ik ben de momager, Kris Jenner. Dat is mijn allergrootste droom om een momager ooit te worden. Ja! Dat lijkt me geweldig. Hallo, met de momager van Bibi Kleineberg en Olivia Kleineberg. Wat kan ik voor jullie doen? Nee, wacht, heb jij de kinderen nodig? Ja, die ligt in Ollie's slaapkamer, waar Olivia Kleineberg ligt te slapen. Wij zijn even Let's bezig go. Met pakketjes aan het checken. En Maybelline is one of my favorites. Contouren. Die heb ik nieuwe lipkleuren van binnen. Deze Master Bronze Color Highlighting Kit. En hier ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop alleen, het is opgestuurd. Dit de goede kleur is, de Tattoo Brow. So let's have a look. Even kijken, dus het werkt zo jongens. Je kan het zeg maar, je doet het erop zo, je schildert het erover. En dan trek je het er zo af. Ik wil het wel uitproberen, alleen... Welke kleur is dit? Oh ja. I do not know. Oh, medium brown. Ik heb eigenlijk wel donkerbruin. Noor? Hey, moeten we kijken? Is het niet jouw kleur? Is het donkerder? Als je 20 minuten laat zitten, 2 uur, overnight. Oh nee, het is zo'n tattoo dat je altijd krijgt. Nee, het blijft voor 3 dagen, denk ik. Oké, Lola, Sophia en Bibi zijn door mijn make-up stash aan het gaan. Yeah. En alles aan het sorteren en ze krijgen ook heel veel. Deze. Die 2 van Lola, van Nars en Estée Lauder. En wat is dit? Dit is voor je ogen. Die mogen jullie wel hebben. Die zijn voor Bibi. Wat heb je van Armani gepakt? Ga ik dit gebruiken, denk je? We hebben hier een enorme bakken waar we allemaal langs gaan. Dit was 1 la. En we gaan even kijken. Wow, die is mooi, Bibi. Ja, zo mooi. Die is echt zo mooi. Maar dit ook, hè? Kijk hoe. Maar ik heb dit van Armani gekregen. Zullen we dit even unboxen? Ja. Wie gaat het eruit halen? Dan ga ik het filmen. Ja. Ik weet nog niet wat het is. Kom, Bibi. Weet jij nog niet? Nee. Dit is een pakketje die is binnengekomen. Zwaar. Dit cadeau van Armani is echt het coolste cadeau ooit van de Ecstasy lipstick. Dit is zo nice. We zijn door pakketten aan het heen gaan ook. En nou ja, ik hou echt van deze kleuren. Want die zijn echt allemaal clipjes ook hier. En allemaal leuke dingen. Lollies. Ik heb hier echt, oh hij zoomt niet in, al super veel faves van. Want hij is zeg maar, dat zijn een beetje moisturizing kleuren. Which is very nice. Ik zal even linken naar de Bijenkorf. Daar kan je ze volgens mij kopen. Hier kan je ook en hier, Lola heeft er 2 geswatcht. Zijn echt super mooi. En leuke notes erbij. Lollies. Super cute. Dit is wel echt leuk om te bewaren. Ja. Maar als je echt zeker dat je wel verpakking zou kunnen doen. Ik heb natuurlijk met Armani geshoot in Parijs. Dat heb ik ook gevlogd. En ze hebben alle producten van die shoot opgestuurd. En ik ben vooral very excited over de foundation die hierin zit. Dus ik ga het even allemaal opruimen. Deze is ook zo fijn. De huidproducten van Armani vind ik dus ook echt super fijn. Die zitten... Oh ja, deze is ook fijn, die bronzer. Oké, volgende doos. Zullen we deze doen? Die zit hierin. Oh my god, soft and gentle. Wow, dit is het volgende insane pakket van Armani. Echt goede pakketten. Ja, echt vet. Echt goed. Ik wil weten wat er in het cadeau zit. Yes! Chocolate!
Yay! Bij iemand een chocolaatje? Ja, lekker. Dit is één en dit is de volgende. Oh nee, neem jij maar. Nee, I don't want. Noor, neem jij maar. Nee, neem maar. Ik zit zo vol. Neem jij lekker, Sophia. Oh, er is nog meer. En ik denk dat dit een ring voor mij en Sander zijn. Oh, lief. Oh, dat is zo leuk gedaan. Die zitten in elkaar. Oh, dan is het echt cool. Alleen een ring voor jou. En het is volgens mij een unisex parfum. Ja, waarom? Ga het even ruiken. Ik denk dat ik precies dat. Oh, Gary. Hij is niet scherp. Wat is er met je camera aan de hand, hoor? Ik weet het niet. Hello. Ja, daar is hier. Welkom. Hallo. Hey. Jij zal het wel kapot gemaakt hebben, Bibi. Ik? Nee. Kijk, deze foto heb ik al laten afdrukken. Deze uiteraard, maar ik bedoel, ja, dat lijkt me duidelijk. Ja. Dat ik deze plaat afdrukken. Die is schattig. Ja, die is zo leuk. Die is leuk. Ah. Net, dit is ook haar petje op. Poepie. Ah, die is zo lief. Ah. Die. Die is zo schattig. Die. Ah, lief. Die. Ah, die is zo dik. Die. Zo schattig allemaal. Die is zo lief, hè? Ja. Ah, zo leuk allemaal. Die. Ah, die is echt onderkin daar. Lief. Kari. Echt heel schattig. Zo leuk allemaal. Ja. Kuddie. Wanneer had je die gemaakt? Allemaal uit L.A., want die kunnen dan allemaal in haar vakantiekoffer. En wat zit er nog meer in die koffer? En dan maken ze zeg maar een groot vel in de vorm van de koffer. En dan zeggen ze bijvoorbeeld Olivia was in L.A. En dan haar foto's erop. Oh. En dan gaan ze om de kring zitten en dan gaat de juf zeggen van nou, Olivia was in Los Angeles. En dit zijn haar foto's. En dan gaan alle kinderen zeggen, oh leuk. En, wat schattig. Dat is echt heel schattig. Dus dan morgen dan laat ik die koffer afdrukken, of die foto's afdrukken en dan kan ik kijken. Lies haar kinderdagverblijf meteen als wij naar school gaan. Is al begonnen. Oh, oké. Okay. Ik ben maandag weer naar school. Nou, ik ook. Helaas. Maandag moet jij naar school toch? Ja. En jij, baby? Ik ook. Nou, dan heb ik zomaar mijn... Ja, maar eerst... En jij, Lola? Ik ook, zelfde dag als Bibi. Ga jij dan ook naar dat gebouw bij... Yes. Oh. Het is in de sporthal. Yes. Welk sporthal? Van Stond. Oké. Volgens mij. Echt, dat is chill. Ja. Had je die e-mail niet? Gaan jullie samen fietsen dan? Ja. Nee, want we gaan met de ouders, hoor. Mijn oog is echt... Ja, maar als ze echt normaal... mag ik mee? Ja hoor. Want ook moet je je cultuurtrainings pakken. En dan ga ik die micro-scène uitdoen. Dan moet je hem ook met dit soort sloffen zijn. Ja, met die bondsloffen aan en zo. Dan zo'n bondjas erbij. Wabam. Bibi, I'm so proud of you. Ga ik dan zoeken. I'm so proud of you. Ga je missen, schat. Nep huilen. Ja. Ga je echt missen. Doei. Bibi, ik zou je vreselijk missen vandaag. Maar is dat dus ook voor mij maandag? Want dan zit ja, zeker. Mijn agenda. Dat is ook zeker voor jou. Hoe laat word ik verwacht? Je wordt om 3:30. Hoe laat wordt het verwacht? Om 8:30. 4:30. Waar is mijn kleedkamer? 4:30? Mm-hmm. Is dat echt waar of misleidt ze mij? Ik lees 4:30 niet. 4:30. Maar je moet ook overdag naar school? In de middag, nee. Ja. Dat is kennismaking. Kennismaking. En ik kan om 4:30 dan komen? Ja. Yep. En, ik kom ook om 4:30. En dan gaan we samen? Ja. Maar Simone komt ook, denk ik. Ja, we gaan met z'n allen. En papa ook. Niet ook. En mijn moeder ook. Niet. Ik ben pas later. Ja, zij is ook. Ik ben altijd... ja, denk ik wel. En we zitten niet in dezelfde klas. Ja, I know. Obviously. Ja. Nou, je hebt het al lang afgestudeerd, aangezien je mijn moeder bent. Ja. Maar, ja. Mama, wanneer gaan we slapen? Papa zit te slapen daar. In de roze en wit geruit. Het is koud buiten, jongens. Het is niet echt geruit, ja. Welke telefoon heb je eigenlijk? 7. 7+. 7+? 7. 7+ heb ik. Een 7. Maar hij is niet veel groter. Nee, Bibi heeft een 6+. Maar het is precies hetzelfde. Ja. Hetzelfde met dezelfde maat. Ja? Oké, jongens, we gaan slapen. Yep. Wel tussen de vlog. Wacht, ik ga nog even met je... Nee, ik wil de keuken zien. Oh, de keuken? Ja. Waar zijn de muizen? Waar zijn muizen? Nee, nergens. Maar misschien zijn er muizen. Kijk, dit nee, is die keuken. Oh, die.
Ik dacht... Deze hebben Lola, Sophia en Bibi in elkaar gezet. En dat is Olly haar. Nou, zeg maar, we hebben zelf. We tried. Olly kan eitjes bakken, haar pannetje. Dit stuk, want dit stuk is er echt onmogelijk mee te zetten. Dus ja, maar dat in het Sander, dat Sander doen moet, dan. Dit is ook leuk, haar gordijntjes. Ja, zo leuk. Ze gaat morgen je zo blijven. Moet hier waterleiding aan maken. Ja, eigenlijk wel. Kan ze wel haar handje. Gaat dit zo vet vinden. Hier kan je wel echt de prullenbak van maken. Gewoon weer zijn vuilniszakken. Maar ik denk dat ze dit echt gaat gebruiken om echt in te koken. Kokkerella. Kom, we gaan even in de hoek zitten. Ja. Well, you carry it. I feel. Dan gaan we slapen, want we moeten om 7 uur op weer. 7? Zo voor 7 uur. Wij hebben jullie dan open om te helpen voor een nieuwe kamer. Ja, nou. I'm fine with it. Good luck, honey. Ja, ik kan ook op slapen. Nou, ja? Dat zeker? Oh my god, als jullie make-up zijn. Ja, yeah, I know, oké. Okay. Dit is van Sophia. Oh! Dit is van Sophia. Zij. Allemaal. Ik vind deze zo. Oh god, ik vind deze zo vet. Oh, schat. Dior. Ja, dus het was allemaal make-up dat Noor niet meer gebruikt heeft. Dus dit is van mij. En we were zo blij met deze. Wacht, deze is echt. Ik kan hem niet open. Maar het is echt. Heel mooi, deze is heel mooi. Ik ben prachtig, hè? Herfst op. En dit is van Lola. Ik vind deze echt het allerleukste van allemaal. Ja, echt. Die blusjes hierin zijn heel mooi. Ik vind deze ook zo mooi. Maar ik vind deze blush ook heel mooi. Ik had een blush. Een deze is echt. Oh god. Kijk, deze dan. Van Yves Saint Laurent. Ja, dat doosje is zo mooi. Goedemorgen. Ik ben net wakker en ik heb even mijn haar gekamd en een chill trainingspak aan die ik bij de Zara heb gekocht. En ik moet naar kantoor en mijn spullen inpakken, want ik moet morgenochtend vroeg naar Stockholm. Ik ben in die office aangekomen. En ja, ik zit hier te chillen. Ik heb een heel leuk pakket binnen van Naked. En die ga ik zo even een try-on doen. En ik heb daar altijd een kortingscode trouwens. En die kortingscode is NOR20. Zal ik hier ergens in beeld zetten. Oké, jongens, ik ben weer thuis. Ik zie er echt super verwilderd uit. En ik heb heel hard door de regen gefietst. En ik heb net gedoucht. En ik heb mijn spullen ingepakt. En ik ga morgenochtend naar Stockholm. Tenminste. Ik heb al mijn spullen ingepakt. Dit is het. Batterij is ook leeg. Ik ga de vlog afsluiten voor deze week. En ik ga morgen dan een nieuwe beginnen. Dat we naar Stockholm gaan. Olivia en Sander gaan ook mee. En Kay en Roos. Dus dat wordt heel gezellig. Maar ik ga dus nu de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie... woensdag. Ja, woensdag. Een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Doei.